dat je ja, op een camping, iedereen, je bent allemaal voor hetzelfde ding, ben je hier allemaal. En dan, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon gezellig. Maar als jij de derde ochtend probeert overeind te komen uit jouw bedje, dan denk ik er bij jezelf, jongens. Ja, maar ja, je nou een bedje in een hotel eruit komt of je komt een bedje uit een vouwwagen eruit. Dat maakt niet zoveel uit, toch? Nee. Nee. Is het leuk hier? Ja. Want dat is de reden waarom. Het is een gezellige camping, hè. We hebben altijd gezellige mensen, het is altijd wel, ja. Dit moest vallen, hè? De sfeer is altijd wel leuk. Ja, hier krijg je geld voor, toch? Ja, dat wordt straks onder de tafel doorgeschoven, hè. Dan, dat wordt weer opgerekend in de drankversnapering, denk ik. Okay. Hey, hoe laat moet je starten morgen? 4 uur. 4 uur starttijd? Ja, dus 2:30 hier het bed uit, op fietsje naar... Op het fietsje? Op de fiets gaan we, ja. Nou, spiertjes los. Heb je dan genoeg verzorgingen zo bij je? Wordt dat geregeld door de meisjes? Dat zijn we nou op. Proberen we wel te regelen. Dat ze nou een beetje door de hele route heen verspreid staan, zeg maar. Want in het begin is het meestal tot aan bij de finish. Daar staan ze allemaal wel. En dan komen we terug. Hebben we onze voetenbadjes. Ja. Bij de finish staan ze wel, maar op de route staan ze niet. Nee. En dat beetje jammer, we toch? Nou voor elkaar te krijgen. Dus dan moeten we even zien te regelen nog. Okay, hoe gaan we dat doen? Met drank of met geld of met creditcards? Of, Nee. Het moet vrijwillig gebeuren. Ja, toch? Je hebt gelijk, helemaal goed. Hey, succes! Ja. Dankjewel dat ik even hier mocht zijn. Dankjewel. Nijedij. Weet ik veel, is enig wat ik ken. Nijedij. Otman. Oh ja, Otman. Oh nee, tot straks. Nou ja, laat maar zitten ook. Er wordt niks meer, jongens, dit. Nee? Weer wat over Friesland geleerd. Gerry, dank. Goedemorgen. Geel polsbandje. Top. Ingeschreven gisteren. Goed gedaan. Hier zitten ook nog wat mensen buiten. Ook een geel polsbandje. Jazeker. Oh, ik wil er alles van weten. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Zin in? Ja, tuurlijk. Waarom gaat een vierdaagse loper op een camping zitten? Omdat het gezellig is. En ik kampeer graag. En ik ben graag in de natuur. Dus wandelen en kamperen horen bij elkaar. Oké, goed verhaal. Hoeveel keer ga je meelopen? Voor de vierde. Ja. En voor de vierde keer hier ook? Nee, voor de eerste keer. Ja. Leuk? Ja. Het is alleen een beetje stil hier. Ik denk dat iedereen op de wedren zit. Inschrijven, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Zeg, nog leuke dingen meegemaakt met de Vierdaagse? Met de Vierdaagse? Nou, het is altijd heel erg druk en heel erg gezellig. En het is heel vermoeiend, hè. Als je dan, als je weer thuis bent, door alle indrukken die je gemaakt hebt en alle leuke dingen die je onderweg tegenkomt. Dat, ja. Ik zie... Iets met garen. Je gaat er niet zitten haken hier als je... Je moet ontspannen op maandag, hè? Want je moet je voorbereiden op vannacht, hè? Mm-hmm. Dus dan moet alles helemaal in rust zijn. Maar vannacht, dat is toch als in morgen vroeg? Ja, oké. Okay. Ja, gisteren mochten we nog feesten. Zijn we nog even naar Davina geweest. Was het gezellig? Was heel gezellig. Vertel. Nou, was heel druk, heel gezellig. Heel veel jonge lui. Was een beetje aan de oudere kant, maar goed. Was je de oudste? Bijna wel, denk ik. Dat is iets minder, maar dat maakt niet uit. Zingen kunnen we wel. Toch meegezongen gewoon? Ja, gewoon meehalallen. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan die Vierdaagse? Het is heel gezellig. Er zijn ontzettend veel mensen aan de kant die je aanmoedigen als je de laatste 10 kilometer niet meer kan. Dan dragen ze je over de finish heen. Oké, ik heb nog steeds niet gehoord wat er nou zo leuk is aan die Vierdaagse. Ja, dat is het. Alle mensen. Zijn het al die mensen langs de kant? Is dat dan het leuke van de Vierdaagse? Dat heb je nergens, met geen ene tocht. Je kan een tocht van 4 dagen in Apeldoorn lopen of in Alkmaar lopen. Hartstikke mooie tochten. Er wordt ontzettend goed georganiseerd. Maar die mensen en de studenten die 's morgens vroeg daar staan om jou bij de start gewoon staan ze te klappen. Dat is toch geweldig? Ze komen zo vroeg, mis je vroeg. Zij zijn gewoon nog wakker. Maar voor ons is het vroeg en ze helpen ons de eerste meters op weg. Is toch fantastisch? En dat is het geheim van de Vierdaagse? Ja, ja. Het publiek langs de kant. Oké, ga je het halen? Tuurlijk. Fluitend. Nou, dat weet ik niet. Ik heb niet zo heel veel getraind, 350 kilometer. Maar het moet lukken. Succes. Dankjewel. Gerry op de Vierdaagse camping. Jazeker, goedemorgen. Het is heel grappig om te zien dat ze gewoon midden in een weiland hier een slagboom neergezet hebben waar je gewoon echt omheen komt rijden ook. Maar iedereen die blijft gewoon lekker naar die slagboom kijken. En nou, er staat hier een auto te wachten, die gaat zometeen naar binnen toe. Maar dat is niet de enige, want er staan hier nog meer. Dus we gaan even een beetje die kant op. Even kijken of we vragen waar die mensen allemaal een beetje vandaan komen natuurlijk. Goedemorgen. Morgen. Aus wie? Wiesbaden. Ach, natuurlijk. Aus Wiesbaden had ik kunnen weten natuurlijk. Nou, hier zit het ook lekker vol. Goedemorgen. Oh, deze auto heeft geen bestuurder. Dat is pas eng.
Is dit nou een van die auto's die rijdt zonder bestuurder? Ja, wie weet. Nee hoor, we zijn aan het aanmelden. Dus. Oh, helemaal goed. Zo, waar komen jullie vandaan? Lisse, en voor de Vierdaagse echt, of voor de feesten? Ja, mijn man en mijn dochter. Voor de hoeveelste keer? Voor haar de tweede keer. En voor papa is het de 11e. Waarom kiezen jullie dan voor een camping en niet lekker voor een hotelletje of zo? Vinden we wel gezelliger. Is leuker niet? Ja, tenminste. Vind ik wel, maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Ze hoeft geen hotel. Oké, helemaal goed. Dan maak er een mooie dag van, een mooie week van ook. Groetjes, succes ook. Doeg. Ga je voor de verzorging zorgen, of niet? Nee, ik ga zo weer naar huis. Hoor. Oh, echt? Twee jongetjes thuis, dus. Jeetje. Laat je ze gewoon alleen achter. Oh, zielig ook. Nou, oké, succes. Doeg, dankjewel. Nou, uit Lisse, ook gezellig. Nog meer mensen hier. Oh, het is best druk ook. Net wel, net niet, denk ik. Proberen kan altijd. Deze is ook leeg. Die komt aan. Die meneer die staat er al. Nou ja, dit is. En hierachter dus al die auto's. Die blijven hier allemaal staan. Al die mensen die gaan allemaal op de fiets. Morgen vroeg naar de start. 4 uur, en 5 uur, en 6 uur, en 7 uur, en 8 uur. En dan is dat hier vanaf de Vierdaagse camping. Die, als je daar kijkt, echt helemaal vol staat met tenten. Er staan er 400-500 en er komen nog steeds mensen bij. Het is mooi hier in Malle en we zijn straks daar 1 keer bij je terug. Tot straks, Bart. Dankjewel, Gerry. We gaan even overschakelen naar de camping in Malden, want daar staat Gerry. Gerry, goedemiddag. Ja, hey Mies, goedemiddag jongen. Goed je weer even te horen op deze andere tijd. Ja, we zijn nog steeds op de camping in Malden, waar zo'n 300 caravans en tenten staan van mensen die allemaal gaan lopen. 90% van de mensen die hier staan gaat ook echt daadwerkelijk lopen. Er zitten niet zo heel veel feestvierders bij. En we lopen even een straatje en dan kijken we even zeg maar, wat er allemaal gaat gebeuren. Je weet nooit. Dit is een prima caravannetje, dus niks mis mee. Ook een caravannetje. Kleine tentjes, die heb je hier ook, hè? Die is, nou ja, lekker een beetje ongemakkelijk slapen. En als je wil, dan kun je ook wat uitgebreider gaan kamperen natuurlijk. Dan schuif je de boel een beetje uit en dan wordt het allemaal wat groter. Hallo, nou daar zitten ze dan hè. Wat hebben we voor lunch? Nou, broodje eiersalade en tonijnsalade. Is dat wat de Vierdaagse loper eet? Nou, vanavond nog een bordje spaghetti hè, dat is als voorbereiding. Om te lopen of om te supporten? Nee, om te lopen. Okay. Hoeveelste keer ga je meelopen? Voor mijn vrouw en mij wordt het de 10e keer. Alleen ik ben een keer uitgevallen op de laatste dag. Wat ging er mis? Een zweepslag heet dat. Dus er knapt iets in mijn kuit en was afgelopen. Dat is wel klaar hè? Ja. Balen? Nou, balen, dat is gewoon de wereld vergaat bijna zou ik zeggen. Wat is er nou toch zo bijzonder aan die Vierdaagse? De saamhorigheid, de gezelligheid en toch wel voor mij al die mensen die dat toch gewoon allemaal kunnen, waarvan je het eigenlijk niet zou verwachten, die lopen er toch allemaal uit. En daar heb ik gewoon heel veel bewondering voor. Het is de prestatie? Het is de prestatie en ook de gezelligheid. Wie heeft eigenlijk wie overgehaald om te gaan lopen? Nou, wij hebben voor het eerst gelopen in 86. 1986, toen was het al wat kleinschaliger, 30.000 mensen. Ik denk dat ik mijn vrouw heb overgehaald toen. Oké. Ja. Ja. Hey, maar 86 en tot 2019 is iets meer dan 10 keer? Ja, daar zit. Je hebt een paar jaar gemist. Er zit 25 jaar tussen. Na 25 jaar zeiden we tegen elkaar van zullen we het nog eens een keer doen? En sindsdien doen we het elk jaar. Zeiden we tegen elkaar, zit daar iemand zo? Nee, dat zeiden we helemaal niet. Ik wil helemaal niet. Waarom, nog steeds niet zelfs. Waarom kies je als Vierdaagse loper voor een camping? Hotelletje is de luxe. En je kunt nog natuurlijk ook bij particulieren. Maar hier staan alle neuzen ook dezelfde kant op. Hè. Dat is zo leuk. Je ziet de mensen 's morgens vertrekken. Je ziet ze 's avonds binnenkomen. En je zit gewoon in de flow. In de Vierdaagse flow? In de Vierdaagse flow, ja. Ga je nou ook nog, ben je gisteravond nog in de stad geweest of niet? Doe je dat niet? Nee, dat doen we niet. Nee. Voor mij zijn dat twee werelden. Het feest vieren en Vierdaagse lopen, dat gaat bij mij niet samen. Maar het feit dat die feestvierders langs de kant staan, is wel lekker, toch? Zeker. Dat is, je merkt, we hadden het net over 1986, tussen toen en nu merk je gewoon een enorme toename van het aantal mensen langs de kant ook. Dat is leuk. Dat is leuk, ook wel eens nadelig, want de muziek staat soms behoorlijk hard. Hè, dan moet je even zo lopen.
Want ze denken niet aan jullie, hè, die feestvierers? Nee, die staan vaak hun eigen feestje te vieren. Dat klopt. En dan zijn jullie het decor eigenlijk. En eigenlijk zou het andersom moeten zijn, toch? Eigenlijk wel. Maar ja, weet je, de wereld verandert en daar gaan we mee. Ja, maar goed, waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Almere. Okay. Ja. Lekker een weekje hier. Lekker een weekje hier, ja. Succes. Een weekje uitrusten. Dat zal nodig zijn, denk ik. Succes vrijdag op de Vier Gladiolen. Ja, dankjewel. Okay. We doen ons best. Goed, nou Mies, je zit het, hè. Het is spaghetti vanavond, heb ik begrepen. Nou, lekker. Ik zal eens kijken of ik ook even spaghetti kan gaan eten. En leuk om jou ook weer eens even te horen op een andere tijd. Helemaal fijn. Dankjewel, Gerry. Zometeen meer vanaf de camping in Malden. Goedemiddag. Nou, grappig dat ik nu pas voor de eerste keer weet dat No Tango Dinero geen cent meer te makken betekent. Ik heb echt geen idee gehad. Ja, maar nog steeds even op de camping. Ik wil je even mee terugnemen. Als we hier even naar rechts kijken, of camera links dan. Vlaggen uit Friesland, die mensen die zijn er ook. Hoi Friesland, hoi, goedemiddag. En nou ja, goed, als we dan even deze kant op draaien, dan hebben we zeg maar tenten. We hebben grote tenten, maar we hebben ook echt een inimini kleine tent. Hallo? Hallo? Hoi? Oh, heel eenzaam, zielig, alleen, alles. Ik kom... Oh. Doe even, ja. Nou, dit verhaal wil ik wel even horen. Wat ben je aan het doen hier in je eentje? Nou, gewoon, ik ga de Vierdaagse lopen. Dus... Alleen? Ja, alleen, ja. Zonder vrienden? Ja, een vriendin waarmee ik zou lopen is uitgeloot. Dus toen dacht ik geef niet op, ik ga het gewoon doen. En dan zit je hier in een tentje, in je uppie, heel ja. Klein mini tentje. Ja, jammer dat het regent. Ik had mijn stoeltje en alles bij me, maar ja, het is niet anders. Toch? Maar het komt goed, hè? Het komt zeker goed. Het wordt hartstikke mooi weer. Inderdaad, de komende dagen wordt goed, dus ik heb er zin in. Ga je, hoeveelste keer ga je lopen? Eerste keer. Oh echt? Ja. Getraind? Heel erg, ja. Ik heb er zin in, het gaat lukken. Komt helemaal goed. Hoeveel kilometer heb je getraind? Hoeveel kilometer moet je trainen om die Vierdaagse te kunnen lopen? Best wel veel. Max dat ik heb gelopen is 50 kilometer en ik ga er 40 doen. Dus volgens mij komt dat helemaal goed. Appeltje, eitje? Absoluut. Okay. Hey, en eten en zo doe je dat buiten de... Want ja, oh echt, je hebt echt alles bij je? Bier, tassen, bananen... Chipjes, ik heb echt alles bij me. Dus ik zit goed hier. Het mag blijven regenen vandaag. Ik zit gebakken. En je hebt gezellige buren. Die zijn niet thuis? Die zijn niet thuis. Heel leuk. Lekker rustig, toch? Hey, en waar kom je vandaan? Want je zit vlak bij de koeien. Ik kom uit Maarsen. Dus wel een eindje. Dus ik kon niet heen en weer. Dus, en die reuk, dat is finishwerk. Oh, vind ik heerlijk. Lekker paardje om de hoek. Hartstikke leuk. Helemaal goed. Veel plezier, hè? Doeg, doei.